Ik ben eigenlijk gaan peilen wie er allemaal interesse had om mee te doen. En daar heb ik bijna een jaar over gedaan voordat ik iedereen bij elkaar had. En voordat het idee helemaal, voordat het helemaal af was, zeg maar. Daarbij heb ik ook medewerking gekregen van Mike Dobber, hier bij Hall of Fame. Die heeft gezorgd in ieder geval dat wij hier terecht konden. Voor de rest was het heel veel mailen en heel veel vinger aan de pols houden. Mensen op de hoogte houden van hoe ver ik was met het een en ander wat ik al voor elkaar had, georganiseerd had. En zodoende is het eigenlijk opgebouwd. En hadden we eigenlijk al sinds een half jaar geleden, hebben we eigenlijk 13 oktober afgesproken. Als de dag om de Zappadag te houden. Iedereen heeft er zin in. Er heerst een goede sfeer. Iedereen is positief. En we hebben net de Factorium Big Band gehad. En die hebben een prachtig concertje gespeeld. Henk, het is inderdaad een enorme organisatie geweest. Ik heb gezien dat er een hele hoop gedaan is. Maar wat gaat er nou precies allemaal gebeuren? Vandaag openen we eigenlijk met jou, met Gert Brunning. Met de DJ met Zappenplaten. Vanaf 2 uur tot 4:15. Daarna krijgen we John Seinke, is onze presentator van deze dag. Die heeft een quiz in elkaar gezet. Maar hoe heette dat orkest? Wie weet dat? Staat hier. Ja, hij weet het nu. Hier staat het. In zomer. De Berkeley Symphony Orchestra. Maar hij heeft hem al gekregen, dus helaas. Wat is de titel van de enige soloplaat van Buck Gardner? Die heeft 1 soloplaatje gemaakt. Je kunt hem zelfs downloaden op iTunes, heb ik gezien, voor €8,99. Maak even reclame. Buck is intussen ongeveer 80. Hij werkt niet meer, maar hij heeft niks te maken. Dus elk plaatje wat je op iTunes van hem koopt, is meegenomen. Die is nu net ook voorbij. Er zijn een aantal prijzen uitgedeeld. En mensen die vragen goed beantwoord hadden. Om 6:15 begint Onno Witte met de White Page. Met zijn Zappa-project van een uur. Daarna sluit eigenlijk Studio 10, waar ik zelf gitaar in speel en zing, sluit af. En om 10:00 zijn we klaar, dus goed is vanavond. Thank you.
vind het echt een fantastisch programma. En het was een eer om met jou samen dit idee ooit te bedenken en te lanceren. En je hebt er een fantastisch arrangement van gemaakt. Gaan we dit nog vaker doen, denk je? Ja, eigenlijk als het een succes wordt, dan lijkt me dat leuk om dat elk jaar, misschien eens in de twee jaar, te herhalen. Ik moet even kijken hoe het gaat lopen. Nog eventjes over nadenken. Een beetje een nabeschouwing houden. En even gaan kijken wat iedereen, wat de ervaringen waren. En we zullen zien.